De teloorgang van Philips, dat is toch een droevige, droevige zaak. De teloorgang van het natlab, van alles niet waar, waarvan we dachten, zo moet je het aanpakken. Het is allemaal naar de klote geholpen vanwege een snurkapparaat. Het Verlossum, kunt u mij horen? Staat er in het boek ook wat je hebt gelezen over de strongman, opponenten daarmee om kunnen gaan en hoe je misschien de strongman onschadelijk kunt maken in politiek opzicht? Nou, dat staat er dus niet in. Om de eenvoudige reden dat tot op heden eigenlijk vrijwel nergens gebleken is hoe je de strongman effectief weer zou kunnen uitschakelen. Omdat natuurlijk als je naar de electorale kant van de zaak kijkt, dan zul je zien dat ze vaak het hele electorale proces aangepast hebben aan eigen wensen. Maar denk aan, gaan we even kijken naar Xi Jinping. Dan zie je dus dat die in feite dat hele idee, China was net zo'n beetje zover dat ze bij de opvolging kon je. Werd dan elke 5 jaar in principe een verkiezing gehouden. In principe kon je als nieuwe leider 10 jaar zitten. Nou, Xi Jinping heeft dat veranderd en die heeft nu het zo aangepast dat hij min of meer tot de dood op volg kan blijven zitten. Dat is wat Poetin in principe ook gedaan heeft. Er zijn nog wel strongmen, bijvoorbeeld Erdogan, die electoraal kwetsbaar zijn. Dat kunnen, hè. Denk aan die verkiezing in Istanbul. Was dat niet vorig jaar of 2 jaar geleden? Ja, de partij die heeft de verkiezingen toen verloren. Dat wenste Erdogan niet te accepteren. Toen zijn de verkiezingen in Istanbul die zijn nogmaals gehouden. En daarbij heeft hij nog meer verloren dan hij in de eerste ronde al verloren had. En dat was natuurlijk een electoraal en enorme tik op de neus. De strongman, niet waar, vindt zijn electorale kracht op het platteland en in de kleine steden. Istanbul is gewoon een modern georiënteerde stad, ook in cultureel opzicht. Dus ja, daar geniet zo'n man als Erdogan, die geniet daar geen steun. Ja, hoe krijg je Poetin weg? Nou, niet dus, aangezien Poetin in toenemende mate de Russische Republiek veranderd heeft in een dictatuur. En dat, of je kijkt naar de Filipijnen, waar Duterte verdwenen is, maar volgens mij opgevolgd door zijn zoon. Als ik niet dat ik nou de politiek van de Filipijnen op de voet volg, maar ik dacht dat hij door zijn zoon was opgevolgd. Die ook al. Duterte dankte zijn macht aan in een bepaalde stad en in de Filipijnen, Davao of zoiets, of Davao geheten. En daar was ook zijn familie, die was daar actief. Dat is over een ander aspect van de strongman, dat hij overal zijn familie instopt. Dus voordat je pap hebt gezegd, wordt de schoonzoon, die wordt minister van Financiën. Zijn dochter krijgt een prominente functie her en der. En nou ja. Een beetje zo van, we zetten de familie erin, want dat zijn de enigen die we echt kunnen vertrouwen. Ja, Poetin heeft niet veel familie en die 2 dochters van hem, die moeten er ook niks van hebben. Maar dit is ook een patroon wat je vaak nadenkt aan Trump, die in feite zijn familiebedrijf gewoon geïntegreerd heeft in de Verenigde Staten zelf. En strongmans zoeken elkaar natuurlijk ook op, want in het geval... Ze zijn gek op elkaar, ja. Het is wat ik helemaal niet wist, bijvoorbeeld Netanyahu, dat hij al deze lui heeft uitgenodigd. Bolsonaro, Modi in India, was ik nog vergeten te noemen. Niet waar, ook India, ook 1,3 miljard mensen of 1,4 miljard tegenwoordig. Ook Modi natuurlijk met die Hindoestaanse partij, ook een typische strongman. Ook iemand die het niet nauw neemt met de regels, die in feite ook van plan is om langdurig te blijven zitten. Die ook misbruik maakt van religieuze gevoelens. Het patroon is overal ongeveer hetzelfde. Maar ja. kom er maar eens vanaf. Moet je je voorstellen hoe die bijeenkomsten zijn met al die strongmens bij elkaar? Nou ja, hij is een felicitatie. Nou, ik geloof niet dat ze een theekransje hebben. Maar als ze elkaar bezoeken, dan slaan ze elkaar ook geweldig op de schouders. Ze feliciteren elkaar met hoe goed ze wel niet zijn. En het schijnt dat Erdogan regelmatig met de Amerikaanse president in de tijd telefoneerde. Ze mogen elkaar graag. Ja. Maar ik was vooral verbaasd eigenlijk dat Netanyahu ook dik was met zulke lui als Bolsonaro. Ja. Nou, Erdogan is, als ik het goed gelezen heb, recent nog bij Poetin in Sochi langs gegaan om te praten over een mogelijke inval in Syrië weer. Ja, nou ja, daar hebben ze overigens niet dezelfde belangen, dus daar moesten ze wel goed over praten.
Maar Erdogan ziet zichzelf natuurlijk ook als een regionale grootheid. En hij, ja, hij is ook van plan, denk ik, zo lang mogelijk te blijven zitten. Als je denkt hoe lang Erdogan ook al niet aan de macht is, eerst als burgemeester van Istanbul en later dus als president. Wat je ook, een patroon wat je ook ziet, dat wordt door Rachman ook prima uitgelegd. Had ik al gezegd hoe die schrijver heet, ja, hè? Gideon Rachman. Hij is de chief foreign policy schrijver van de Financial Times, overigens. Mm. Ik kan alle drie zijn boeken van harte aanbevelen. Mm. Heel goede, verstandige boeken. Ja, als je niks van Soros moet hebben en als je niets moet hebben van... Als je al die strongmen eigenlijk wel verdienstelijke lui vindt die het lekker de winter om hebben, dan moet je het niet lezen, want dan ga je geweldig erger. Maar het is heel inzichtsrijk. Ja. Je ziet, hij laat patronen zien waar je misschien toch niet 1, 2, 3 over nagedacht zou hebben. Ja. Maar is het ook zo dat er in Turkije nu verkiezingen op komst zijn, hè? En waar Erdogan natuurlijk handig gebruik van maakt, is zijn rol die hij heeft gespeeld in die totstandkoming van die Gaan-deal in Oekraïne. Ja, natuurlijk. Hij moet natuurlijk, waar hij ook maar mooie sier kan maken, moet hij mooie sier maken. Natuurlijk omdat het economisch is Turkije op dit moment een puinhoop. Dus ja. En hij verdient ten volle om eruit gelazerd te worden, laat ik dat even voorop stellen. Waarom? Omdat hij naar mijn idee een schadelijk beleid voert voor de Turkse samenleving als geheel. En dan nogmaals, het is iemand die fundamenteel ondemocratische opvattingen koestert. En die bovendien natuurlijk, kijk, heel gek is dat Erdogan, maar ook een aantal andere strookmen altijd aanvankelijk worden gezien als hervormers. Of eindelijk gebeurt er wat. Denk aan Mohammed bin Salman in Saoedi-Arabië, ook weer zo'n strongman. Maar dat altijd blijkt dat het gewoon autoritaire en op weg naar de dictatuur levende figuren zijn. Ja. Economie is natuurlijk ook altijd belangrijk. En als je kijkt naar de inflatie in Turkije, die is volgens mij 80%. Dus die koopkracht van de bevolking daar is enorm gekelderd. Zeker, zeker. Dus nogmaals, ook op het punt van inkomen. Want ook heeft hij zijn schoonzoon als minister van Financiën gebruikt. Die is er wel enige tijd geleden uitgegooid. Maar... Wat je bij Erdogan natuurlijk altijd ziet, is dat hij zo'n reis rond de wereld maakt. En ook in Nederland dan de Turkse mensen die hier mogen stemmen nog probeert te mobiliseren. Ja, zeker. Wij hebben ook zo'n drama gehad. Hè, waarbij een van zijn ministers, als ik het me goed herinner, naar Nederland was gekomen. Om hier propaganda te maken. Dat ging toen over dat referendum wat er gehouden zou worden om zijn macht te vergroten. En daar is toen wel door de Nederlanders een stokje voor gestoken. Ja. Terecht, denk ik. Even een ander onderwerp. Daar werden we door luisteraars op gewezen. Die zeiden als Maarten naar Texel gaat, dan moet je hem dit berichtje even doorsturen. Dat komt uit het Algemeen Dagblad. En daar wordt gesproken over dat Texel het nieuwe Salau is. Dat het ontzettend druk is. Maar ja, ik zou dat op zichzelf, dat begrijp je wel. Ik ben op dat punt nogal elitair ingesteld. Kijk eens, moderne toeristendrukte is het ergste wat een locatie kan overkomen. We kennen allemaal de tragische verhalen over steden als Amsterdam, Berlijn, gaan ze maar door. Ik heb pas in een onbewaakt moment nog gezegd dat het in Wenen wel meeviel. Je moet je hopen dat het ook zo blijft in feite. Maar de moderne toeristenhorde, dat is echt een horde. We hadden vroeger de Gouden Horde, dat waren die Mongolen. Niet waar, die uit die Aziatische steppen kwamen galopperen op die kleine paarden. En waar Europa nog veel last van heeft gehad. Maar dit is een horde die veel groter en omvangrijker is. En in allerlei opzichten ook veel gevaarlijker zou je kunnen zeggen. Ik heb geen idee, want je kunt natuurlijk mensen niet het recht ontzeggen om naar een fijne toeristische bestemming te reizen. Maar het is voor de bestemming zelf is het een ramp. Dit is de bekende metafoor van het idyllische, nietwaar? Een schilderachtige Italiaanse dorp aan zee, wat ontdekt wordt door de toeristenindustrie, of waarvan in een reisgids wordt gezegd dat het zo idyllisch en prachtig is, dat de mens zich daar de godganse dag gelukkig voelt als hij uitkijkt over de blauwe zee. En vervolgens verrijzelt er 16 hoogbouwhotels en wordt het overspoeld met alle ellende die de moderne toeristenindustrie met zich meebrengt. Maar ja, wat moet je eraan doen? Ik zou het verdomd niet weten. Dus ik ben wel teleurgesteld dat Texel uiteindelijk ook door deze ellende is getroffen. Dat moet ik eerlijk bekennen. Dat mijn broer, zoals je weet, die is uit Amsterdam gevlucht, heel begrijpelijk. En die is op Texel gaan wonen. En hij had daar nog niet een huis gekocht, prachtig opgekomen.
knapt overigens. Of ik geloof, noem eens in zo'n populaire reisgids voor jongeren. Lonely Planet. Ja, ik geloof Lonely Planet. Ja. Lonely Planet had een verkiezing van de 10 aantrekkelijkste toeristische doelen ter wereld. Waar ik geloof ook Texel in de top 10 stond. Dat je denkt, oh jee, hoe moet dit aflopen? Nou ja, tenslotte, je weet hoe ik erover denk, is het natuurlijk maar één uitweg uit dit verschrikkelijke dilemma. En dat is thuisblijven. Ja. Maar is het zo dat op Texel begreep ik dat daar de mensen die voorheen, voor corona, all-inclusive naar het buitenland gingen, dat die nu zijn uitgeweken naar de Waddeneilanden? Ah, ik heb geen idee. Vooral natuurlijk omdat ik door 2 redenen nu aan huis gekluisterd ben. A, mijn enkelbanden die gekneusd zijn. En B, natuurlijk het feit dat het zo godvergeten warm is buiten, dat ik niet van plan ben om langdurig buiten iets te gaan doen. Dus ik heb die menigtes niet gezien. Ik ga ook niet verklappen waar ik mij bevind op dit punt, op het eiland. Omdat het daar nog heel rustig is. Hè? Prachtig uitzicht heb alle kanten op, over de velden. Dus ik zit op een relatief heel stil punt op het eiland, ver weg van het strand vandaag. Oh, dat is wel heerlijk. En hoe is het met de enkelbanden? Want voor de mensen die dat gemist hebben. Nou ja, okay, die had ik dus gekneusd. Of nou, ik weet niet, beschadigd. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar vorige week had ik 2 dagen dat het echt ongelooflijk veel pijn deed. Dat ik een soort van paracetamol verslaafde moest worden. En toen is het eigenlijk vrij snel bijgetrokken. De arts heeft ernaar gekeken en die zei ja, je moet die voet zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk houden. Dat is de beste oplossing. Ik moet bekennen dat ik er toen vanwege natuurlijk de reis hier naartoe wel iets te veel mee heb gedaan. Dus de voet bevindt zich nu in een stationaire fase, waarbij die niet compleet genezen is. Maar het komt wel goed. Je kunt wel straks weer lopen. Ja, Tom, of het goed komt, ik zou het je niet kunnen zeggen. Op onze leeftijd is alle herstel een moeizame onderneming. En het is altijd maar de vraag of een volledig herstel mogelijk is als je 78 bent. De dagen die zien er daar dus vooral uit met lekker lezen. En, ja, lekker lezen. Ik heb ook al een hele fijne detective gelezen. Van een mevrouw, even kijken, ik geloof, moet ik hem even goed zeggen, en Greaves, als ik het wel heb. Maar goed, ik kan misschien beter de titel noemen. Dat is Raven Black. R-A-V-E-N, Raven, dus eigenlijk Raven en dan Black, zwart. Raven Black, fantastische detective. Ik heb meteen een hele zwik van die dingen ingeladen. Niet waar, bij Amazon. Dat is ook zo aantrekkelijk. Ik weet het. We krijgen post dat Amazon een boevenbedrijf is. Mijn familie en vrienden vinden het onbegrijpelijk dat ik met deze misdadigers in zee ga om die boeken op dat dingetje te zetten. Op die app te zetten, maar toch doe ik het maar. Ik heb er al zoveel besteld in de loop der jaren dat als ik iets anders moet gaan doen, dat is wel erg lastig. Als de loper uit is, bij heel succesvolle schrijvers, het is dus niet de meest recente en zo, dan ben je voor $4-5 kun je dus digitaal zo'n boek kopen. Dat is echt geweldig. Dus die mevrouw Greaves, als ik het wel heb toch, ja, je ziet hoe Raven Black, het is een hele serie, het speelt op de Shetland-eilanden. Er zijn ook televisieseries nagemaakt, als ik het allemaal goed heb begrepen, die heb ik nooit gezien. Maar ik vond de eerste die ik van haar hand heb gelezen, Raven Black, die vond ik geweldig. Fantastisch goed geschreven. Dat is toch een wonderlijk verschijnsel. Niet waar dat al die oudere Engelse dames, want zij is ook denk ik ver in de 60 als ik het wel heb. Maar je kunt ook denken aan P.D. James. Ja, dat is een fantastische schrijver zijn. Spanning erin gehouden, de menselijke ziel zonder enig mededogen in het licht gezet. Een wonderlijke zaal, die dametjes van 60 plus, die fantastische thrillers schrijven. Onthoud het, en als u even Black opzoekt, dan kunt u meteen ook, zij heeft een heleboel geschreven, dus u kunt even voort. Als u wil, dan zal ik, heb nu geen handel bij de hand doen. Ik zit hier eenvoudig in een slaapvertrek te praten, maar ik zal volgende keer zal ik een lijstje bij de hand houden van wat ik aangeschaft heb op dit terrein. Ja. Mag natuurlijk vanwege de vakantie, mag ik ook wat lichte kost lezen.
Precies, dat wordt altijd gewaardeerd om de boekentips te delen. Ondertussen hebben wij we hebben best wel wat berichtjes gekregen van mensen naar aanleiding van een eerder gesprek over de productie van chips. En wat ik heel interessant vond, is dat daar dus ook onder die brievenschrijvers een aantal mensen zit die bij ASML werken. Sterker nog, één meneer die was voor werk naar Taiwan, naar die fabriek die daar ligt. Die zat in quarantaine. Dat berichtje heb je ook gezien, denk ik, hè? Dat heb ik ook gezien en ik moet ook mijn excuses maken dat ik dat bedrijf TSMC noemde, want het zijn TSMC te zijn. Ja. Taiwan Semiconductor Company. Manufacturing Company, ja. De grootste chipsproducent ter wereld. Vandaar dat Taiwan dus ook een strategische functie heeft in de hele wereldeconomie. Ja. Ik vond wel, en ik mag hem bij naam noemen, Rob van der Heijden. Dat is een van de mensen die ons schreef daarover. En die zei, onderschat niet hoe lastig het is om in Europa zelf chips te gaan op. Hij gaf ook een hele opsomming van wat je allemaal niet moet weten en kunnen om dat eventueel te doen. Toch lijkt het mij voor de middellange termijn wel interessant om op dit punt toch een soort van zelfvoorziening op de been te brengen. Dat zouden wij toch als Europese Unie wel moeten kunnen, zou ik zeggen. Ook omdat we een deel van de technologie zelf in huis hebben. En we hebben het al eerder over gehad. Het lijkt mij ook verstandig, niet alleen ten aanzien van die chips. Je hebt ook allerlei verschillende chips. Sommige zijn duur en andere zijn veel goedkoper. Maar goed, voor de chips, om daar met de onzekerheden in Oost-Azië daar toch rekening mee te houden. Maar ik heb het er ook gehad over die medicijnen. Het feit dat voortdurend vrij gangbare medicijnen niet leverbaar zijn, omdat er dan weer ergens een kink in de kabel in de productielijn blijkt te zitten. Dat het Indiaanse bedrijf niet functioneert of weet ik veel wat. En dan lijkt het mij toch nuttig dat je niet je hele farmaceutische business uitbesteedt aan landen waar je uiteindelijk geen enkele controle over hebt. Dus ook daar zou ik zeggen, laat Europa daar eens een keer zijn eigen zaak in de gaten houden. Ja. Sowieso is het eigenlijk de afgelopen jaren gebleken dat het hartstikke leuk is, die mondialisering van de economie, die zal ook zeker niet volledig ophouden of zo. Maar dat tegelijkertijd het wel betekent dat je op een aantal punten strategisch kwetsbaar bent. Zoals wij heel strategisch kwetsbaar blijken te zijn ten aanzien van het energievraagstuk. Want ja, dat gaat in de komende maanden nog een heel, heel pijnlijk probleem gaat dat geven. Ja. Waarom overigens die prijsstijging in Nederland het grootste is van heel Europa, dat is mij niet duidelijk. Hmm. Dat zou de overheid ook nog eens een beetje duidelijk moeten maken misschien. Ja. De overheid heeft ook denk ik een heel behoorlijk instrumentarium in handen om aan dat prijsprobleem op zichzelf iets te doen. Want ook om de belasting op de energietransport en levering, die is echt aanzienlijk. En laat iedereen even op zijn energierekening kijken wat dat is. Dus dat zou je toch tijdelijk stop kunnen zetten, naar mijn gevoel. Ook daar trouwens maakt die regering toch ook weer zo'n nogal hulpeloos en kneuzige indruk. Laat ze nou eens duidelijk maken dat ze er serieus over nadenken. Wat de mogelijkheden zijn, wat de alternatieven zijn. Zouden er toch vrijdag over vergaderen? Wat is er nou eigenlijk concreet uitgekomen? Ja, dat hebben we nog niet gehoord volgens mij. Tenminste, dat, nee, ik ook niet. Nee. En nog eventjes een paar dingetjes uit dat berichtje van die Rob. Want hij zegt wel een paar interessante dingen. Hij zegt, het kost miljarden om voldoende volume te draaien om uit de kosten te komen als je zo'n chipfabriek wil op gaan zetten. Ja. En ook andere kosten zijn nodig, want je hebt allemaal complexe machines nodig naast die van ASML. Dus het is niet alleen die machine van ASML die je nodig hebt. Nee, het is geen kattenpis. Maar ook als het miljarden kost, het kost je nog veel meer als je tenslotte afgesneden zou worden van leveranties. Ja, want dan kom je te zitten met gigantische tekorten. Wat dacht je wat dat die voor problemen op zouden leveren? Denk nu al aan die autofabrikanten die hele productielijnen stil hebben moeten zetten. Niet waar, omdat de chips niet geleverd werden. Ja. Dus nee, ik zou zeggen, dit zijn strategisch toch zaken van gewicht. Ja. En dan moet je ook weer zorgen dat het efficiënt georganiseerd wordt en dat het niet een overheidsbedrijf in Spanje wordt, of in Italië. Dan weet je zeker dat er niets van terecht komt. Ja.
Wel interessant om te horen van hem dat de meest complexe machine, dat is die van ASML. En die andere machines die je dus in zo'n toekomstige chipfabriek nodig hebt, die komen dus niet uit Europa. Dus die moet je weer uit andere plekken van de wereld gaan halen. Nou. Als ik mij die brief nou even goed herinner, dan zei hij dat Intel ook al een productiecentrum in België heeft, als ik het me goed herinner. Ierland. In Ierland. Of Ierland, ja, dat is de Engelse bedrijven, Engelstalige bedrijven zijn natuurlijk dol op Ierland, omdat iedereen daar Engels spreekt. Dus je zou eerst eens moeten inventariseren wat de mogelijkheden zijn, wat er al is. Er zijn ook volgens mij wel degelijk Europese chipsfabrikanten. En kijk dan eens wat er nodig is en kijk dan eens hoe je jezelf strategisch onafhankelijk kunt maken. Ja. En dan heb je natuurlijk nog het probleem waar ieder bedrijf nu te maken mee heeft. Maar ook zeker bij dit soort chipfabrieken. Personeel dat natuurlijk ook weet hoe ze die machines moeten bedienen. Ja, dat moet wel te krijgen zijn. Ook wereldwijd heb ik die anekdote over ASML al verteld. Niet waar van die kantine van ASML waar de helft van de aanwezigen in feite een hele andere kleur heeft dan de bevarkerskleur die wij Nederlands blank noemen. Ja. Dus dat moet lukken. Je hebt drie soorten chips ook nodig voor een computersysteem. Van alles en nog wat, ja. Je hebt chips nodig met geheugen, je hebt chips nodig die rekenen. En je hebt nog een chip nodig, waar ik nog even de naam kwijt. Ja, flash is dat, voor opslag. Dus dat is de logic is voor rekenkracht. Ja, dat is tijdelijk. Volgens mij tijdelijke opslag is dat. Ja. Je hebt geheugen wat permanent is en je hebt geheugen wat tijdens het draaien gebruikt wordt, zou ik maar zeggen. Ja, maar ze zijn schijnbaar zo ingewikkeld. Nogmaals, ik ben op dit en zoals je weet, ik ben volkomen hulpeloos als het gaat om computers. Ja, maar dit vind je wel interessant toch, om te horen hoe dit werkt? Ja, ik vind het hoogst interessant, maar ik vind het vooral interessant omdat toch gebleken is dat bij alle voordelen van mondiale productieketens, want het gaat er natuurlijk om de bekende economische wet dat je producten daar moet maken waar ze het goedkoopst en het best gemaakt kunnen worden, maar dat er dermate grote onzekerheden zijn, strategische onzekerheden, dat het de moeite waard is om na te denken over wat de positie van de Europese Unie in dat spel is. En de Amerikanen doen dat ook, en waarom zouden wij het niet doen? En dus zoals je weet, één ding is 100% zeker. De potentiële tegenstanders, laten we zeggen Poetin, Xi Jinping, zijn volstrekt gewetenloos. Dus hou daar rekening mee. Bij de Chinezen moet je altijd wel incalculeren dat zij zelf afhankelijk zijn van een goed draaiende wereldeconomie. Waarom zijn ze in 40 jaar geworden wat ze zijn? Namelijk het grootste producent ter wereld. Dat zijn ze geworden omdat ze zich hebben aangesloten op de wereldmarkt. En dus ze kunnen niet zonder die wereldmarkt, ze kunnen niet wat Poetin kan. Kijk, Rusland kan niks, laten we het even kort samenvatten, behalve het oppompen van waardevolle spullen die toch al in de bodem zaten. Maar dat geldt voor China totaal niet. China is voor zijn rijlen en zeilen, voor zijn reuzeneconomie afhankelijk van de wereldeconomie. Dus ze kunnen het ook niet al te bruin bakken binnen die wereldeconomie. Ze moeten ook zorgen dat ze niet geïsoleerd raken binnen die wereldeconomie. We hebben het al eens uitgerekend. Hè? De China plus de Verenigde Staten plus de Europese Unie, dat zijn de drie grootste economische eenheden in de wereld. Die vormen samen ongeveer de helft van de wereldeconomie. Dat betekent dus dat zij ieder ongeveer 1/6 van de wereldeconomie zijn. En 1/6 van de wereldeconomie is enorm veel en is heel invloedrijk. Maar je bent ook afhankelijk van die 5/6 van de wereldeconomie die zich elders bevindt. Ik reken het even ruw door, maar zo zit het ongeveer in elkaar. Ja, het is ook interessant, ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, hoe dan zo'n bedrijf als ASML ingezet wordt in dat geopolitieke spel, hè? Dat ASML natuurlijk de consigne heeft gekregen van de Amerikanen dat ze die spullen niet aan de Chinezen mogen verkopen. Nou ja, dat kan in feite de ontwikkeling in China wel enige tijd vertragen. Maar tegelijkertijd, als je het niet doet, dat de Chinezen onvermijdelijkerwijs tenslotte een vergelijkbare eigen machine zullen bouwen. Dat kan ze wel een hoop tijd kosten. Ik weet niet hoe complex het is en wat voor fabrieksgeheimen er zijn. Ik dacht dat ASML ook al wel eens te maken had gehad met industriële spionage. Ja,
Ga naar het spoorwegmuseum als voorbeeld. En kijk waar de locomotieven, die oude locomotieven die daar staan, waar die gemaakt worden. Of werden. En dan zul je zien dat de meeste locomotieven tot zo'n beetje 1870, begin 1880, worden ze in Engeland gemaakt. En dan ineens zie je dat ze in Berlijn worden gemaakt, bij Bursi. Dus daar zie je dat, ja, dat een concurrent, namelijk Duitsland, die zich wat later industrialiseerde dan Engeland, maar ook hele goede locomotieven kon bouwen. Dus ja, je moet, als je in de wereldeconomie bij wil blijven, dan moet je permanent niet waar rekening houden met de competitie. Doe je dat niet, dan zak je weg. Hè, zoals de landen die zich in de afgelopen 100 jaar, laten we zeggen, hebben afgesloten van de competitie op de wereldmarkt. Nou, als er nog mensen zijn die meer weten van ASML en hoe het achter de schermen gaat, altijd welkom. Ik begrijp ook dat iedereen die daar werkt, dat die minstens een ton verdient. Omdat die mensen zo gewild zijn die daar werken. Is dat zo? Ja, als ze echt heel belangrijk zijn, vind ik een ton nog niet eens zo veel. Ik zal er proberen om op termijn dat boek te lezen, die Architects of ASML. Dat is nog in de handel. En dan zal ik kijken. Ik begreep al wel dat ASML eigenlijk een heel interessant product is. Omdat het toch wel degelijk een co-productie was van de overheid die daar aanvankelijk veel geld in heeft gestoken. En Philips natuurlijk. Ja, de teleurgang van Philips, dat is toch een droevige zaak. De teleurgang van het natlab, van alles niet waar, waarvan we dachten, zo moet je het aanpakken. Het is allemaal naar de klote geholpen vanwege een snurkapparaat. Ja, maar waarom, wat bedoel je met droevig? Nou ja, dat is Philips een hoogst interessant mondiaal opererend high-tech bedrijf was. Wat zich toch teruggetrokken heeft in ook wel een high-tech sector, namelijk de medische apparatuur. Omdat daar de marges waarschijnlijk verrekt hoog liggen. Maar in feite de hele rest van zijn bedrijvigheid is verkocht. Daar zullen misschien rendementstechnisch goede redenen voor zijn geweest. Maar het is wel jammerlijk dat zoiets als het natuurkundig laboratorium, wat ontzettend veel heeft opgeleverd, ook voor Nederland, dat simpelweg verdwenen is. Ja. Ik zwijg nog dat ze gestruikeld zijn over die snurkapparatuur. Ja, maar ik vraag me toch af of iedereen er zo over denkt. Want er zijn toch Signify, ASML, nou je kunt nog een aantal voorbeelden noemen. Nee, die god, die dochters, die hebben het geweldig gedaan, zeker. Maar die zijn tenslotte verzelfstandigd. Philips heeft een andere koers gevaren. Mm. Ja, dat is ook strategisch slim misschien. Ja, want de aandeelhouders zullen er wel gelukkig mee zijn. Hoewel ze op dit moment zo gelukkig zijn, is maar zeer de vraag natuurlijk. Ik ben te weinig ingevoerd in bedrijfsstrategie. Maar ik moet zeggen, ik heb al de aftakeling van Philips heb ik altijd wel een vrij jammerlijke zaak gevonden. Ja. Hartstikke leuk, die medische apparatuur, maar jemine. Ze waren heel wat anders. Tom, of het goed komt, ik zou het je niet kunnen zeggen. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.